Eerst Rita Verdonk. De politica ligt opnieuw onder vuur. Haar voormalig adviseur Ed Sinke beschuldigt haar van het aannemen van dure cadeaus van fans en sponsors zonder dat te melden. Kamerleden moeten namelijk giften van boven de 50 euro openbaar maken. Het meest in het oog springende cadeau dat Verdonk heeft gekregen, een diamantenring die volgens haar ex-adviseur Sinke maar liefst 10.000 euro waard zou zijn. Hoe een ring leidt tot een nieuwe rel. Mevrouw Verdonk. Voorzitter, vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. We hebben het woord al heel vaak gehoord. Vertrouwen, openheid, eerlijkheid. Dat zijn begrippen die heel nauw met elkaar in relatie liggen. En weet u, vertrouwen moet je verdienen. En vertrouwen moet je verdienen door eerlijkheid en openheid. Verdonk hamert op vertrouwen in haar bijdrage vandaag tijdens de algemene beschouwingen. Vertrouwen van de kiezer dat ze zelf ook hard nodig heeft in de nieuwste affaire rond haar persoon. Korte vraag voor netwerk. Heeft u hem om? Wat heb ik om? De ring. Ja hoor, die heb ik altijd om. Dit is hem? Ja, dit is hem. Weet u wat hij waard is? Nee, geen idee. Maar dat is ook zeer ongebruikelijk dat als je van iemand een cadeautje krijgt, dat je vraagt wat hij waard is. Onderwerp van discussie is deze indrukwekkende ring die Verdonk cadeau kreeg van bewonderaar Wouter van der Horst. Vandaag citeert weekblad Elsevier Ed Sinke. Hij heeft al maanden ruzie met Verdonk en meldt dat ze expres verzwijgt dat de ring die ze kreeg 10.000 euro waard is. Al eerder kreeg Verdonk cadeaus, staat in het Kamerregister voor geschenken. Zoals een gratis helikoptervlucht en diverse sieraden. En tijdens de aftrap van Trots op Nederland draagt ze haute couture. Een cadeau van duizenden euro's van de ontwerper, zegt Sinke. Het roept de vraag op of Kamerleden kostbare cadeaus mogen aannemen. Een vraag waar Verdonks woordvoerder zich over opwindt. Ja, u heeft nog wat aanvullende informatie. Vindt u het een passend cadeau, in zijn algemeenheid, een sieraad van enkele duizenden euro's of misschien wel 10.000 euro aan een Kamerlid? Nou, u weet helemaal niet wat die ring waard is. Dus u maakt... Dat is even in zijn algemeenheid. Nee, u wekt een suggestie. En daar begint het al mee, hè? Dat er iets onoorbaars is gebeurd, wat er helemaal niet is gebeurd. En u focust nu alleen op mevrouw Verdonk en u vraagt niets aan de andere 149 Kamerleden die dat 40, 50, 60 jaar zou doen. En dat is het punt wat ik probeer te maken. Waarom steeds die hetze tegen Rita Verdonk over niks? Wat is voor u de limiet van wat u passend vindt om aan te nemen? Ik heb eigenlijk nooit cadeaus gehad op een fles wijn na. Dus ik zit nou te denken van heb ik wel eens... cadeaus gehad. Nou. Krijgt u wel eens cadeautjes, zomaar, in het land? Ja, natuurlijk wel. Bijvoorbeeld na afloop van een spreekbeurt, maar dat moet de perken niet te buiten gaan. Echt grote cadeaus van 100 of meer euro, ik heb ze nog nooit gehad. En ik zou het ook niet zo plezierig vinden als ik daarmee geconfronteerd werd. Want cadeaus zijn niet altijd vrijblijvend. Arie Slob is medebedenker van het geschenkenregister van de Tweede Kamer. Dat moet transparant maken wat voor cadeaus Kamerleden allemaal ontvangen. Verdonk heeft een lange lijst ingeleverd met daarop ook de ring. Maar of die inderdaad 10.000 euro waard is, dat staat er niet. Het kan toch niet zo zijn dat we zo benepen gaan doen in Nederland dat als je een cadeautje krijgt, ook al is het als Kamerlid, dat je dan moet vragen, oh, mag ik even weten wat het kost? Nou, spijt me, maar dat lijkt me niet juist. U zou het ook wat subtieler kunnen doen door bijvoorbeeld een juwelier te vragen, kijk even wat die waard is, dan weet ik of het gepast is om zo'n groot cadeau aan te nemen. En dat ga ik dan ook doen voor de bossen bloemen die ik krijg. En dat ga ik ook doen voor de manden die ik krijg met allemaal zuivel en dergelijke. Dit gaat wel om een hele mooie ring. En waarschijnlijk ook een hele dure ring. Ja, maar maakt dat wat uit dan? Ik bedoel, ik ben daar toch gewoon open over dat ik die ring heb gehad. Ik heb erbij gezet van wie ik hem heb gehad. En nou moet ik ook nog gaan vragen wat het kost. En dat moet ik dan doen voor ieder cadeau wat ik ga krijgen. Nou, ik kan me toch niet voorstellen dat de bedoeling is. Ik ben open. Dat is het belangrijkste. Ik ben er transparant over. En misschien dat het goed is dat als er leugens over mij verspreid worden, dat er eerst eens een keer onderzoek verricht wordt voordat die leugens naar buiten gebracht worden. Volgens Verdonk is de leugen afkomstig van Ed Sinke. Eens vertrouweling, maar nu fel tegenstander. Sinke stapte in mei uit Trots op Nederland. Daarop beschuldigde Verdonk hem van een greep in de partijkas. Verontwaardigd en emotioneel sloeg Sinke vorige week nog terug in Nova. Dat is hoogverraad. Dat was zo kwetsend. Dat is ook de reden. En nu meldt Sinke dus dat Verdonk informatie achterhoudt over een aantal geschenken. Waaronder een kapitale ring. Nee, maar luister, als ik een cadeau krijg, dan vraag ik niet wat die waard is. Klaar. Ik heb keurig, volgens de regels, heb ik opgave gedaan van wat ik heb gehad. Ja? Precies in de lijn die alle andere Kamerleden ook toepassen.
Dus wat is het punt? Wat is er eigenlijk dan mis mee volgens u? Nou, ik wil graag mijn handen vrij hebben als ik hier in de Kamer aan het werk ben. En zoals we dat zo fraai noemen, zonder last en ruggespraken kunnen opereren. En als ik door middel van geschenken die ik ontvang in een positie word gebracht, dat ik misschien hier bepaalde dingen zou moeten doen die ik liever misschien niet zou doen. Of die ik nu ga doen omdat er een partij achter zit die mij behoorlijk in de watten heeft gelegd. Dat zou ik echt willen voorkomen. Hoe transparanter, hoe betrouwbaarder zou je zeggen? Met andere woorden, zou het niet de moeite lonen om toch eens te bekijken wat die ring nou waard is? Nee, ik denk dat het de moeite loont dat ieder Kamerlid net zo openhartig is over alles wat hij of zij heeft gehad als dat ik ben. Ik denk dat als dat gebeurt, dat er niets aan de hand is. Ik zou het dus zelf ook meer dan 50 euro gewoon niet accepteren. Want welke schijn wilt u dan precies vermijden? Nou ja, dat je toch daardoor beïnvloed wordt op een of andere manier. Voor Verdonk is de kous af, maar niet voor haar woordvoerder Kai van der Linde. Maar waar het om gaat, is dat mevrouw Verdonk, net zoals alle andere Kamerleden, gewoon voldoet aan het Kamerregister. En dat u daar nu een punt van probeert te maken en alleen het op haar focust, want dat doet u, met een ring waarvan u niet weet wat de waarde is, en de heer Sinken ook niet, en niemand, dan vraag ik me af, waar zijn jullie mee bezig? Het laatste woord is hier duidelijk nog niet over gesproken. Binnenkort komt namelijk Verdonk met een accountantsrapport over de mogelijke financiële misstanden bij Trots op Nederland en de rol van Ed Sinken daar.